De sil rint stadig vol voor de dvd-première over het muziekproject De Maisvrouw van Nienke Laverman. Het publiek krijgt de making-of documentaire te zien van het project, dat de jongeres indringend over haar muzieklippen vertelt. En ook toen ik het zong zelf, ik dacht van, oh, dit past bij mij, dit ben ik, ofzo. Na de film bedankt Nienke Laverman haar bandleden waarmee ze De Maisvrouw maken had. En dan wordt Nienke zelf opvallen met een taspraak van de voorzitter van Stichting Zielensoort, Klaas Sietse Spoelstra. Geen major distributeur, hè? Die platenloon, maar Mem Laverman met de 14 en Pink Records gedraagd. En Zielensoort is goud. Jeetje. Nou, maar ik ben deze zeker. Dit viel echt dat dit jet bij oorartiesten, bij popartiesten of hè, die echt die grote groep mensen bereiken. Ik vind het heel surrealistisch. Ik ben überhaupt nooit begonnen met het idee van nou ging ik het een soort platenverkeerpje en dat soort muziek maak ik natuurlijk net. Het is van een select, het is van theaterpubliek toch vaak, dus dit is wel heel bijzonder. Een gouden cd voor 34.000 exemplaren is net zomaar wat voor een Friesk artiest. Want de plaat is in eigen beheer uitgebracht zonder een groot platenlabel en distributiesysteem. Verslagwerker Sietse Pruksma, wie de gouden cd, geen verrassing. Ik denk dat dit net een Friestalig, het is een Friestalig ding, maar een Fries product is. Maar dat gaat over de hele wereld. Ja, en dan binnen wel 34.000 mensen te vinden die zijn cd kopen, ja. En ook het project De Maisvrouw gaat richting goud. Maisvrouw, volgens mij zit hier nog rond de 20.000 verkochte exemplaren, maar ja, ik heb geen idee. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het is een mooie blik van waardering. Het gaat mij net om verkeerpsiefers of om jeelt helemaal niet. Maar een prachtige blik van waardering. De muziekregistratie van De Maisvrouw zal in kwarten te zien wezen bij Omroep Friesland Televisie.